die Bedrijvenpark Loven via een van de 9 entreewegen bereikt, komt een van deze entreeborden tegen. Die de bezoeker erop wijst dat er een aantal beveiligingsmaatregelen van kracht zijn op dit bedrijvenpark. Op deze borden zijn een aantal informatiesymbolen te zien, met ieder een eigen betekenis. Zo verwijst dit symbool naar het feit dat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, camerabeveiliging actief is op het bedrijvenpark. Vanuit de observatieruimte worden de camera's gemonitord door middel van livebeelden en kentekenregistratie. Een ander informatiesymbool is van Vitaal Loven. Op Bedrijvenpark Loven is ondernemersvereniging Vitaal Loven actief. Zij zetten zich onder andere in voor veiligheid. Zo is in 2017 het keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Dit is een actieve samenwerking tussen gemeente, brandweer, politie, het gemeentelijk aannemer en parkmanagement. En op die manier voeren zij allerlei maatregelen door om het bedrijvenpark nog veiliger te maken. Om op een gestructureerde manier de veiligheid van het bedrijventerrein te verbeteren, is het keurmerk Veilig Ondernemen aangevraagd en verkregen en succesvol verlengd in 2021. Vitaal Loven is in het bezit van het keurmerk Veilig Ondernemen, het KVO-certificaat. Belangrijk voor ondernemers is dat zij zitten op een veilig bedrijventerrein met onder andere collectieve camerabeveiliging en surveillance. En dat ze ook korting kunnen krijgen die oploopt tot 15% op verzekeringswerk. Het keurmerk Veilig Ondernemen is eigenlijk een bewijs van samenwerking tussen diverse partijen. Bij ons is dat dus brandweer, gemeente, politie en ook de ondernemers. En het is eigenlijk een bewijs dat je samenwerkt. Dus je maakt samen een plan van aanpak. Dat ga je ook daadwerkelijk uitvoeren. En je gaat het ook continu bijstellen. Dus op het moment dat we zien dat er bepaalde gebieden extra aandacht nodig hebben, gaan we daar ook actief op handelen. Dat er actief gehandeld wordt aan de hand van het plan van aanpak blijkt wel uit het volgende. Een van de KVO-maatregelen op Loven is het aanbrengen van de parkeervakken. De parkeervakken zijn voor de vrachtwagens bedoeld en er is ook een parkeerverbod ingesteld. Wij blijven hier met de ondernemers in gesprek om ook het hardrijden aan te pakken en te blijven monitoren. Om actief te blijven monitoren is er een nauwe samenwerking tussen ondernemers en bijvoorbeeld handhaving. Nu gaan handhavingsmedewerkers regelmatig op bezoek bij ondernemers. Als ondernemer heb je de mogelijkheid om toe te treden tot de KVO-werkgroep. Zodat je ook tijdens de werkgroep overleggen of schouwrondes die regelmatig worden gelopen, actief je steentje kunt bijdragen aan de veiligheid op Loven. Heeft u nog vragen over deze onderwerpen of wilt u deelnemen aan de KVO-werkgroep? Neem dan gerust contact op met Vitaal Loven. De parkmanagers Kim van Kasteren of Frenkie van Gol helpen u graag.